Austiek ontval der stad Mahagoni in een notendop. Het verhaal begint als een vrachtauto met drie voortvluchtige criminelen het begeeft, ergens in de Amerikaanse woestijn. Daar, gestrand op een plek van niets en niemand, besluiten zij een stad te stichten: Mahagoni, de plek voor mannen die verlangen naar een leven zonder werk en vol vertier. Al gauw komt er een stroom op gang van mannen die plezier zoeken en vrouwen die het willen verkopen. Zo ook de houthakker Jim en prostituee Jenny, die in elkaars armen eindigen. Maar goedkope drank en vrouwen blijken niet genoeg. Steeds meer mannen verlaten de stad. Ook Jim staat op het punt te vertrekken, gefrustreerd door alle regels van de stad. En als er een orkaan nadert die de stad dreigt te vernietigen, grijpt Jim het moment aan om te verkondigen dat vanaf nu alles is toegestaan in Mahagoni. Mahagoni blijft echter ongedeerd. In de euforie van het moment nemen de stichters van de stad het motto van Jim over. Vanaf nu geldt er maar één regel. Alles mag. En met dit motto groeit de stad als kool. We zien vier voorbeelden van het ongeremde leven in Mahagoni... waar het draait om vreten, seks, vechten en zuipen. We zien hoe een van Jim's vrienden zichzelf onder luid gejuich dood eet. En hoe de mannen van Mahagoni een lange rij vormen voor het bordeel... Ook zien we hoe een andere vriend van Jim wordt doodgeslagen in een bokswedstrijd. En tot slot zien we hoe Jim de mannen van mahagoni trakteert op whisky. Het feest eindigt echter als Jim ontdekt dat hij geen geld meer heeft om de rekening te betalen. En als zelfs Jenny niet voor hem wil betalen, wordt hij gevangen genomen. Het is op dat moment dat Jim zich realiseert dat er een grens zit aan zijn eigen wet. Alles mag, zolang je kunt betalen. Tijdens een showproces met de stichters van de stad als rechter, aanklager en advocaat wordt hij schuldig bevonden aan een reeks van overtredingen met als ergste vergrijp het gebrek aan geld. Jim wordt ter dood veroordeeld. Dit is ook een kentering in het lot van de stad, want na de dood van Jim stijgen de prijzen, beginnen de burgers te protesteren en gaat Mahagoni brandend ten onder.